Joskins, die zijn ook een scherp stuur achteruit. Ja, gaaf. Nou ja, als je heel kort even voor die slotbak wil en hij staat toevallig iets te ver gestuurd, dan is het gewoon gedaan, hè? Ja, dat klopt. Nou, dan moet ik eerst met die vrachtwagen op pad. Ja. Dat geeft niet. Oké. Waar moest het naartoe? Naar de Johnson's Farm Market? Dat is... Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat de enigste is waar we dit kunnen brengen. Even kijken. Ja. Die oliemolen, die loopt dat niet. Dat is natuurlijk die fabriek of die winkel die helemaal in het zuiden bijna ligt. Yes. Daarom deden we het ook in de truck. Met de stortbak. Ja. Anders heb dat niet zoveel zin als je 10 meter moet rijden en je gooit het in de silo. Nee. Nou, dan had ik de loopband wel in de silo laten hangen. Ja. Ah, dat kan net zo goed keepen in de silo. Ja, oh nee, dan is het vies. Die filtert het natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is het. Ja. Het lijkt wel alsof jij ook gewoon nog wel eens nadenkt. Nou, bijvoorbeeld, je hebt ook nog een... zit hier nu ook al in RS22? Een aardappelwasser. Krijg je schone aardappelen eruit. Ja. Ik denk dat ik nu nog sneller ben met de trekker, want deze vrachtwagen die gaat maar 45 de bult op hier ook. Je hebt het gewoon zwaar. Ja. Je mist een beetje pk. Weet je hoe zwaar uien zijn? Ja, dat wel. Je weegt gewoon 1,52 ton hoor. Wat? Ja. Dat is trouwens best wel een grote kip. Ik denk dat je nog meer weegt. Ik denk dat je te zwaar bent. Oeh. Dat vind ik er ook mooi bij. Mooi pasveld. Prachtig. Ja, hè? Oh, een beetje. MB. Trek. Ja, ik ben vol, dus ik ben maar even andere dingen. Wat ik er nog? Ja, ik moet dus als we dit nog eens gaan doen, een vrachtwagen erbij hebben en een chauffeur erbij. Ja, eigenlijk wel. Hey, uiolie. Bij de fabriek of een nieuwe fabriek? Dat maakt niet zoveel uit. Of je past het allemaal aan. Of is het dan handiger als je een nieuwe fabriek neerzet? Misschien wel. Uien wordt niet geaccepteerd. Zit ik nou bij de verkeerde te kijken? Of, wacht even, laat maar. Weer in dat ding of op de grond, zeker? Ja, is het. We hebben ons meer gehad hier ook. Ja. Kijk eens gewoon raar, ik moet er daarnaast worden in plaats van... Ik schrijf gewoon even uienoliefabriek op. Ja, dat wordt gelost. En koolzaadolie. Iets meedoen. Dat hebben we ook nodig. Meer. Eigenlijk. Zo. De eerste vracht uien ligt eruit. 23. Oh. Dat is niet verkeerd, hè? 23. 23? Voor een container. Oh ja, dat klopt, hè? Ik zei ongeveer 12 voor één kipper, dus. Dat klopt dan wel. Ja, mooi. Het was zelfs donker. Ja. Dat klopt. Wel gezellig. Jawel. Beetje lamp nasteken op die kerstboom aanzetten. Ah, de klok gaat zo een uur terug, denk ik. Oh, een uur terug? Nee, dat doet hij allemaal niet, hè? Multiplayer. Oh, je wou proberen ja. De zaak te manipuleren. Ja. Nou, ik ben bijna terug onder de slotband. Achteraf hadden we ook de slotband daar bij jou kunnen zetten, want je hebt nu een stuk kaal gereden. Ja. Wat die zooi gaan verzetten en hier dan een bult met zout. Sneeuw.
Ja, dat is gek, hè? Zo. Hij staat weer te draaien. Mooi. Deze even verder weer op losse zetten. En dan pakken we de volgende trekker weer. Echt druk, druk, druk. Jij staat daar, zo. Ik kom eraan. Hé, hey, de knoppen werken niet meer, joh. Oh ja. Wat voor knop? Hi. Hi. How are you? I am fine. Mooi. Ik ben leeg. Great. Oh. Nu ben je aan het putsen. Yes. Aan het eind ben je zeker net voldoende om de keeper vol te krijgen. Ja hoor. Komt er nog een tunnel vanaf? Dat kan je wel zeggen, ja. Ja hoor, ik heb bijna genoeg al voor je. Hoppa. Ik heb nog over. Is het vol? Ja. Ja. Wat sleuren. Druk mee. Zo. Geen idee. Lekker. Lekker gaan met de banaan. Ja. Goeie banaan. Die andere is nog niet leeg. Dat is gunstig. Maar die klopt tijd. Dit is gaaf, of niet? Ja. Zie je het? Wat ik doe. Oh, krap rijden. Ja, want dan zit die bek recht. Oh ja, dat kan. Maar de GPS is wel even vervelend om die goed te krijgen. Oké. Okay. Ja, want dan moet je hem zelf een beetje recht sturen. Maar nu heb ik het idee dat ik veel breder mee pak. Lijkt dat maar zo. Stukje breder. Zo. Hier ook de kaarsjes aangestoken. Ja, als er nou eens iemand kijkt die dat allemaal weet van die krabbesturing, waarom ze dat nou precies doen. En zo. Waarom dat erop zit. Dat moet. Ja, ik denk voor langs de slootkant of zo. Ja, zet het even in de comments. Zou leuk zijn, moet ik wel zelfs weten. Je hebt natuurlijk ook wel een andere gewichtsverdeling dan, hè, voor je land, hè, dat je niet allemaal sporen trekt. Misschien is het daar wel voor. Maar die bek, als je hem nou gewoon recht zet, kijk hoor, Wendervaart. Die bek zit toch ook scheef? Nee. Dat dacht ik dat dat soms dus wel was. Ik weet het ook allemaal niet hoor, ik weet niet hoe zo'n ding, ik weet niet eens hoe zo'n ding werkt. Ik rijd er wel mee, maar... Even zien. Hoe ver zitten we? Je leert een apenkunstje en... 74% is die al. De vrachtwagen. Zo. Stoomboot komt eraan hoor. Mooi. Ja, maar nu er langs rijden is een...
Ja, maar ik ben nog lang het niveau. Nou, oké, doei. Ja, dat kan, maar ik kan ook gewoon even op het knopje drukken hier, hè. Dat is ook wel leuk. Mooi beeld. Oh, ja? Ja, misschien. Ik weet niet. Nou, ik ben ondertussen mijn vrachtwagen bekijken of die al vol is. Oh ja, tuurlijk. Ja, moet. Het gaat allemaal door, hè? Zo. En die is nog niet vol. Nog 10%. Ik kan er beter niet op wachten. Ja, anders moet jij even die MB-track erbij zetten om te lossen. Als het echt niet anders kan. Dag. Dan niet. Dan heb ik het veel te druk. Nee hoor. Grapje. Je hebt die druk. Ja, ik doe net alsof. Maar het kan dus wel, hè, tijdens het draaien gewoon omschakelen. Ja. Ik heb de volgende vracht erin zitten. En ik ga weer richting de winkel lossen. Mooi. Zo. Hey. Maar als je dan wil sturen, als je daarin rijdt en zo, dan is het wel een beetje moeilijk. Inschatten hoe je moet sturen, denk ik. Met die lenkdingen, dat lukt helemaal niet. Als je scheef staat, ja. Dat lukt helemaal niet. Ah, ja, maar dan zit je verbeelding verkeerd. Nee, maar dat kan niet. Dat kan niet. Oh. Dat is alleen voor op het veld. Oké. Dus ik zit non-stop te switchen. Als ik bijna aan het eind ben, dan druk ik weer op gewone besturing of op wendervaart, zeg maar. Ja. Schaar. Want je kan het ook, dat schaar kan je ook nog uitzetten. Het is chauffeurbesturing. En dan ga ik de bocht om en dan druk ik hem naar rechts. En aan de andere kant druk ik hem naar links. Anders rij je over je gewas. Nou, je kunt dus chauffeurbesturing doen en knikbesturing. En je kunt wielbesturing en knik en wielbesturing. Ja. En dan HG links-rechts. Ja. Ik kruip. Noem je dat? Krap. Krapbesturing. Krap. Komt de volgende container aan, hoor. Yeah. Die teller loopt maar op. En die teller loopt maar op. 1, 2, 3, 4. Mooi, man. 1, 2, 3, 4. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik zou eigenlijk nog even iets van 252 erbij kopen, hè? Hey. Wat? Verkeerde voertuig. Oh, een stapje in de andere. Ja. Hek ook wel eens. Ja. Ik heb van de week zonnepanelen binnengekregen. Wat zijn dat? Ik heb van de week zonnepanelen binnengekregen. Oh. Leuk. Ja. Voor maar 6 hoor. Oh, nou, dat is toch mooi. Je kunt er niet op dak. Nee. Leuk, ga je zelf doen. Ja, het is een plug-and-play pakket. Ja, precies. Ik zou het wel samen laten stellen door een professional. Ja, ND. Nee. Niet? Nee hoor. Oh. Geen contact met mij, of? Ik heb hem hier nog nooit gezien. Nee, maar ja, dat is ook alleen maar als je hem belt, hè. Dat is druk altijd. Ja, dat is waar. Dus. Maar ja, ze heeft altijd. Maar, ja. Nee, maar een compleet pakket met micro-omvormers. Oh. Dus elk paneel is een eigen omvormer.
Ja. En dat is bewust gedaan vanwege de bomen die hier staan en de eventueel slagschaduw van de woning. Ja, juist. Dus, ik zou zeggen, ik ben er niet zo voor micro's, maar ja, in dat geval. Het is gewoon, als je natuurlijk een gewone omvormer pakt en er is er één die half produceert, dan doet de rest ook allemaal half. Ja. Ongeveer. Ja. Heb je een beetje nog om mijn kaartje af te storten? Oh, jongen. Was er niet eens zin, jongen. Je moest dus weten, Joveljak. Ja. Yeah. Sorry hoor, Rukkers. Zet hem al vast op links, weet je. Ja, ik zag het. Aaneens komen, ik denk, oh. Ja. Wil je links, hè? Rij hem rechts, hè. Er wordt wat afgeknopt hier om in die voertuig. Ja, ik heb niet eens. Ja, je hebt druk, hè? Zo. Ik heb gewoon even drie voertuigen onder mijn beheer hier, zo, continu. Oh, ik dacht, we zijn al een eindje, maar als ik zo op de map kijk, heb ik eigenlijk nog niks gedaan. Nee. Goeiedag. Eben. Goeiedag, Eben, ja. We hebben nog even je werk, man. Ja, nou, dat gaan we vannacht niet meer doen, hoor. Het is morgen ook droog, dus dan gaan we eerst maar even slapen, zo, ja. Hoeveel hebben we al eigenlijk? Geen idee. Geen idee. Hoezo? Twee keepers? Minuten bedoel ik. Oh, 42. Uh-oh. Nou ja, gaan we door ook, het is goed. Ja, kan het nog een beetje zien bij jou? Ja, hoe meer verlichting op de apparatuur zit, hoe beter het is. Ja, maar dan het, bij jou is het minimaal, bij mij is het redelijk. Jij hebt een zwart veld onder je. Ja. En jij zit ook heel veel in de fly-modus een beetje. Ja. Dat snap ik wel, je moet wat. Ja, anders kan ik het niet zien. Nee. Met dat zwenkding. Mocht je al wat uien kwijt, of heb je nog... Dat mag. Ik heb hier een keeper die leeg is. Zal ik even achterom komen? Ja. Ik heb 20.000. Dus, Oh, een spiegel. Sorry. Op zich niet verkeerd, toch? 20.000. Nee hoor. Dat is zeker net niet genoeg voor een volle truck. Weet je, het is al een flink eindje. Ja. Nou, als die truck vol is, dan denk ik kan we wel een heel eind zijn voor vandaag. Zo is dat. Dan is het slapen. Ja. En dan hebben we nog mooie... 20, 22 over. Ja. Dus, hoeveel wil je nu pakken? 46? Ja, zoiets. Max. 50. Hm? 50 max. Ja. Ja, dan kunnen we precies nog een keer overdag even verder dan. Ja, we worden nog weer door. Ik moet even kijken hoe ver het staat hier met die vrachtwagen. Oh, ik zag het niet. Die is op 68%. En... Hallo? Waar is hier dat schermpje? Nou, dat is mooi, hè? Oh, de keeper is leeg. Dus 20, ik kan... Hij zit vol. Deze van de hond loopt hier ook rond, zie ik. Oh, is die er weer? Ja, die loopt ook bij die uien te klooien. Ik heb hem gezocht eerst, maar... Nou, hier hebben we een lege keeper vast staan op het hoekje van land. Ja, nou, ik rag hem het volgende lijntje in. Ja, moet men even die vrachtwagen vol? Als je langs zijn komt, is die vol. Ik heb al genoeg voor je. Althans.
Dan zet ik hem even de normaal. Dan Zo. Oh ja, ja. Kom maar, ik heb maar. Net niet genoeg. Laat maar. Ik dacht, je rijdt mee, maar... Nee, ik stond andersom. Rijd je mee of wil ik stoppen? Nou, stop maar even. Ik doe hem eventjes die keeper leeg en dan even de vrachtwagen vol, nog even wegbrengen en dan... ja, je kunt de volgende keeper ook vol rijden, alvast die kans mag vol staan vanmorgen. Dat geeft niet. Ik zie al een nachtje in het donker staan, dat geeft niet. Precies. Kijk. Mooi. Druk op de assen. Mm-hmm. Oh. Het is niet als je op de GPS rijdt van wendevaart naar krappe sturing links gaan. Dat gaat niet, dan ga je dwars het veld over. Dat dacht ik al. Maar andersom, dat is goed te doen. Dat is eigenlijk wel jammer. Gewoon een mooi gezicht. Als je zo als een krap over dat veld gaat, komt de trekker aan, doe hem even recht. Trekker weg, doe hem even zo. Ja, ik zou ook wel willen weten wat dan die krap besturing voor meerwaarde geeft aan het hele systeem. Ja. En je rijdt dan natuurlijk wel met al je wielen. Als je het zo bekijkt, het is nu erg donker, maar je rijdt met al je wielen naast elkaar. Ja. Dus je rijdt het veld als het ware weer plat. Nou ja. Als het wat drassig is of zo. Ja, ja, ja. Ik snap het. Ik ben even benieuwd hoe dat dan gaat. Nou, hier gaat bijna die keeper vol. Iets vol. Ja. Nou, dan ga ik nog even snel een rondje. Is wel krap aan, maar goed, doe maar even. Nee, no. Ja, of morgen eerst te werk. Nou ja, kan wel. Hey. De verkeerde kant op. Het is jouw feest. Oh, dat is wel mijn feest. Ja, het is altijd jouw feest. Het is ons feestje. Oké. Nou, dan hebben we voorlopig geen uien meer te zetten. Ui. We hebben nog een paar dagen werk aan als we er doorgaan. Dat is de derde tocht die je nu wegbrengt. Ja. Dat is toch al 69.000. Dat is toch prima? Ja, joh. Zeker, we hoeven niet ons druk om te maken. Dus, ik kan het even zo gauw niet vinden waarom er een krabbesturing op zit. Even snel een tikkeltje Google, maar ook wel blijven sturen op de andere kant. Zo, als die één keer slingert, dan slingert heel die wagen. Je zit een beetje te googelen onder het werk. Nou ja, zoiets. Je zit op de telefoon te spelen de laatste keer. Ja. Dan word je gek als je ineens bij de buur op het land stond. Klopt, ja. Nou, dit gaat goed komen. 23.000. De GPS is van slag. Uh-oh.
Ja, je zag eruit rijden op een lijntje dat hij snapt. Nee, met die krap gaat het wel, maar... Oh. Ik drukte hem om, maar hij ging niet om. En toen ging hij ineens wel om en heel met die, als je op knik staat, dan snapt hij er helemaal niks van, hè? Achteruit? Nee, dat is dan. Dan rijdt hij alles aan gort, alle kanten, op behalve de goeie. Klopt. Nou, ik heb een trailer leeg. Dus ik kom naar de boerderij. Dit bedoel jij? Ja. Ach, slinger, ja. Ja, ja, precies. Dat is gewoon niets waard. Dan zoekt hij zijn middelpunt op die lijn en dan kan hij het niet vinden. Precies. Chef de keep, kom je even voor? Ja. Dan is het voor eventjes weer leuk. Oh, auw. Zo, liep er eentje tegen de bak aan. Precies, hè? Zo, alles vol? Nee. Maakt het uit? Nee. Nou, ik zeg bedankt voor het kijken allemaal. En abonneer eventjes als je nog niet geabonneerd bent. Ook nog. Belletje erbij mag altijd. Leuk, krijg je berichtje als wij een nieuwe video plaatsen. Je hebt dan, hè, ik doe niet zoveel. Oh, en ja, geef eens een reactie. Kijk op TikTok, Facebook, weet ik het allemaal. Ja, de rest van de zooi. De rest van de zooi ook nog. Ja. Ja. Dat dus. En ondertussen is JP klaar, denk ik. Nou ja, ik sta gewoon nog even laatst uien in de stortbak te keepen. Ja, jij gaat gewoon door, hè, jij, hè? Nee, joh. Nou, ja, ik zag ik jou ga niet. Naar bed. Oh, je bent daar. Welterusten. Hey, yo, hoor. Yo.